Vandaag de laatste dag van de eerste maand van het nieuwe jaar. En wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u, Christus. In die tijd kwamen Jezus en zijn leerlingen te Kafarnau. En op de eerstvolgende sabbat ging hij naar de synagoge, waar hij als leraar optrad. De mensen waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, want hij onderrichtte hen niet zoals de schriftgeleerden, maar als iemand die gezag bezit. Er bevond zich in hun synagoge juist een man die in de macht was van een onreine geest en luid begon te schreeuwen: Jezus van Nazareth, wat hebt gij met ons te maken? Gij zijt gekomen om ons in het verderf te storten. Ik weet wie gij zijt, de Heilige Gods. Jezus voegde hem toe: Zwijg stil en ga uit hem weg. De onreine geest schudde hem heen en weer, gaf nog een luide schreeuw en ging uit hem weg. Allen stonden zo verbaasd dat ze onder elkaar vroegen: Wat betekent dat toch, een nieuwe leer met gezag? Hij geeft bevel aan de onreine geesten en ze gehoorzamen hem. Snel verspreidde zijn faam zich naar alle kanten over heel de streek van Galilea. Dit is het woord van de Heer, lof zij u Christus.